allerbeste glutenvrij kok van Nederland hier naartoe gehaald. Ja, je gelooft het niet, hè? Nee. En hij kan lekkere dingen maken. Mag ik een groot applaus? Hier is Danny met zijn lopende buffet. Annemiek! Woehoe, zie je het? Ja, ik zie het, ja. Ja, joh. Ze gaat al heel zo lekker bekkend gaat ze kijken naar die tafel. Ja, loop er maar gelijk even heen. Dit is dus Danny. Hoi. Hoi, ja, vertel eens even. Ja, Frederik, hoe vind je het eruit zien allereerst? Lekker. Kijk, de leukste vraag is natuurlijk, hoe smaakt het? Wil je eigenlijk gelijk gaan eten? Ja. Ja, natuurlijk. Ga jij alvast lekker snoepen. Je mag gewoon met je handen eten. En dan gaan we even kijken of er nog eerst een eerste hapje. Huh? Oké. Okay. Doe anders maar met je handen. Nee. Lekker. Lekker, zegt ze. Danny, maar kun je nou eens vertellen, want is het heel erg moeilijk om dit allemaal te maken, glutenvrij? Op zich niet zo moeilijk, alleen het is belangrijk dat je heel schoon werkt en dat niet in contact komt met dingen die wel gluten bevat. Ja, want ik heb zelfs begrepen dat er een heel speciaal tafelkleedje ook op ligt. Ja, dat is een splinternieuwe om alles te voorkomen dat ze ziek kan worden. Ja, want stel dat ik nou een beetje chips zou eten en ik zou vervolgens een beetje zo doen op het tafelkleed, dan zou het al besmet zijn. Ja, dan kan ze ziek worden. Dan kan ze al ziek worden. Maar Frederik, volgens mij ben je enorm aan het genieten, hè? Ja. Nou, en nou vroeg ze al heel lief, ja, maar mijn zus en mijn vriendinnen willen ook. En Frederik, ja, lekker, hè? Ja. En zal ik je eens wat vertellen? Je mag het allemaal, draai even om, je mag het allemaal mee naar huis nemen, dat wat je niet opkrijgt. Wow. Dat betekent dat jij de hele kerstvakantie heerlijk te buiten kan gaan aan lekkere taartjes en koekjes en alles wat hier op tafel staat. Bedankt. Ja, bedankt, zegt ze Danny. Graag gedaan. Graag gedaan. Mag ik een groot applaus voor Frederik, voor Danny.